Hallo mensen en welkom bij een nieuwe, misschien wel de laatste maaltijd. En nee, dit is geen Wacht even, mijn bril is echt heel vies. Dit is geen late 1 april grap, dit is echt waar. Want ik heb eventjes diep zitten nadenken en ik heb wat inzichten verkregen. En ja, dit wordt een lange intro, want dit is super belangrijk en ik wil dat jullie het allemaal begrijpen. Wow, dat is een cool effect. Vind je? En ik zal het een beetje proberen uit te leggen. Het is niet dat de serie niet goed loopt, sterker nog, hij loopt super goed. Iedereen zet leuke mailtjes in, altijd meer dan 100 comments. Maar ik wil het beter maken. En we zijn dus bezig met de rebranding. En afgelopen week heb ik dus even nagedacht. En ja, kijk, wat ik eigenlijk merk is dat feedback wel heel erg gewild is. Maar dat de mailtijd niet de perfecte plek is om te interacteren en om te leren van elkaar. Want jullie moeten toegeven, vaak komt het voor dat er dingen in mailtjes niet goed beschreven staan, waardoor ik het niet helemaal begrijp. Maar ik moet eerlijk toegeven, ook komt het vaak voor dat ik dingen niet helemaal goed lees of ik begrijp het zelf niet helemaal goed. En dan ga ik een hele conclusie trekken, terwijl die misschien helemaal niet klopt bij wat jullie bedoeld hadden. Dus ik zat te denken, wat nou als we de mailtijd verschuiven naar de livestream? Dus ik weet nog niet of we dat een aparte livestream dag gaan doen of niet. Maar dat we echt kunnen interacteren met elkaar. Dus misschien dat jullie zelfs kunnen inbellen via Skype of weet ik veel wat. Maar dat ik echt ook vragen kan stellen over je ontwerp. Want dan kan je veel dieper ingaan op hetgene wat je hebt gemaakt. Dus conceptueel is dat veel sterker. Het is leuker. Het is interactiever. Ja, ik zie er gewoon eigenlijk heel veel voordelen in. Want feedback gaat juist om de onderbouwing. Dus waarom heb je die keuze gemaakt? En als je vraagt, dan kan ik daarop doorgaan. En nu bloedt het dan een beetje dood in de comments. En dan is het voorbij. Snap je? We kunnen er veel meer uit halen. Dus dat was mijn idee. Ik sta er zelf heel erg achter. En zoals ik even kijken, 2 dagen geleden heb ik een update videootje gemaakt. Gewoon om te vertellen wat de rebranding ongeveer inhoudt. Al heb je die nog niet gezien, klik even link in de beschrijving of nu in de card. Wees ik goed, ik hoop het. En daarin vertel ik dat we dus meer ingaan op het visuele op het YouTube kanaal. En ik dacht, de livestream is dan dat we dieper wat ingaan op elkaar. Dat klonk een beetje raar. Dus dat er een mooi contrast is. Dus dat je op het YouTube kanaal, zeg maar echt, hoe maak je nou de mooie dingen? En in de livestream kunnen we dan interacteren met elkaar en praten over elkaars ontwerp om het beter te maken. Ik denk dat jullie het er wel mee eens zijn. Het heeft even tijd gekost om dat te beseffen. Maar ik denk dat het eigenlijk alleen maar leuker kan zijn. Ik zit er nog wel over te twijfelen of we dat dan een aparte streamdag doen of niet. En of we dat dan op zondag doen, weet ik ook nog niet. Want heel eerlijk, ik kan nu ook niks aan mijn sociale leven opbouwen. Daarmee bedoel ik, met Koffiebottle is het zo druk dat ik door de week eigenlijk geen tijd heb om het op te nemen. Tenzij we natuurlijk gewoon op het kantoor livestreamen. Dan kan ik dat gewoon beter inplannen. Want nu kan ik in mijn weekend ook niks doen. En ik ben ook een nieuw YouTube kanaal begonnen, een persoonlijk YouTube kanaal. En ik wil ook in het weekend eigenlijk een beetje een creatieve sessie met mezelf houden. Dat ik wat toffe ideeën kan verzinnen. Al ben je geïnteresseerd naar mijn persoonlijke kanaal, staat nu pas 1 video op. Maar ik ben een persoonlijk kanaal begonnen. Check ook het linkje in de beschrijving of in de card, kan dat? Ja, want ik wil mezelf persoonlijk uitdagen om creatieve video's te maken die ik niet allemaal op gratis kan plaatsen. Dus al ben je daar benieuwd naar, kan je alvast abonneren. En als sommigen niet bij de livestream kunnen zijn, ik zal kijken of we die nog later ergens beschikbaar kunnen stellen. Of dat ik een highlights maak. Moet nog even kijken. Maar dat is nu wat er door mijn hoofd dwaalt. Ik ben er vrij zeker van. Dus ja, er gaan dingen veranderen. En achteraf merk je vaak pas dat de verandering prettig was. Dus wees niet bang voor verandering. En dan gaan we nu snel beginnen. Misschien wel voor de laatste keer. Op de zondag met de mailtjes. Alright. Maar eerst even een slokje. Nou, en de eerste is van Janiek en het is een transmeisje en een beginnende die zinger. Dat is wel fout getypt, toch? Ja, oké. Wat is het? Covert is de app voor homo's, lesbies, bi's en transgenders. Wow, dat is een heftig iets. Nu zou ik een hele leuke YouTube-titel kunnen maken. Dat ga ik niet doen. Op deze site kan je kennis maken met je medemensen. Het is om te daten, mensen leren kennen en je ei kwijt te kunnen. Oké. Heb je dan over het eitje in... Grapje. Ik heb gekozen voor grijs en geel omdat
89% volgens wetenschappelijk project van de mensen 's avonds op datingsites en apps zitten. Maar je zegt grijs en geel, dat past bij de avond of zo? Dit is nou zo'n vraag die ik je graag had willen stellen. Ik wil graag feedback op mijn ontwerp, niet op de uitleiding. Dat is duidelijke taal, daar hou ik van. We gaan gewoon klikken op het linkje en kijken wat zij voor ons in petto heeft. Welkom Rino. Kijk eens aan, de site voor LHBT is... Wat is dat? Oh, wow, het werkt ook gewoon. Oh, wat leuk. Wat is dit voor iets? Kun je een soort van appen design importeren met schermen? Kijk nou. Deze app zegt voor mij iets te weinig. Ik ga even hier klikken. Wat is dit, jongens? Proberen ze nou te concurreren met HGD Member? Of wat is dit? Grapje. Ik zou zeggen, kijk eventjes wat voor elementen er nodig zijn. Want dit scherm bijvoorbeeld zegt niks. De match, en dan krijg je een plaatje met een wolk. Ik bedoel, is er twee mensen die matchen? Moet hier een profielfotootje in staan? Zijn hobby zwemmen, 20 jaar, kan ik zeggen ja of nee? Kan ik hem een berichtje sturen? Er staat nog iets te weinig in. Dus ik zou zeggen, probeer nog iets meer elementen toe te voegen die zo'n app heeft. Kijk bijvoorbeeld naar die andere apps, zoals bijvoorbeeld, weet ik veel, Tinder ken ik dan, of Hot or Not, zoals je zelf zei. Probeer te kijken wat zij zetten in hun app en hem dan te verbeteren. Maar wel een supercool idee en knap dat je vanuit jouw positie daar iets voor wil verzinnen. Ik bedoel, laten we dat even voorop zetten, dat is gewoon super tof. Echt waar. Volgende. En de volgende is van Thomas, 14 jaar, en zit op het VWO. Dat is dus een slimme jongen. Ik zat eens te denken, jullie als HGD zeiden dat er video's over mobiel gebruik zouden komen. Ik had een tijdje terug een app gedownload van Adobe, Adobe Touch. Een soort van Photoshop op iOS en Android. Oké. En hij heeft het tutorial van Menno gekeken over Batman vs. Superman poster design. En dat vond hij wel tof, dus hij heeft een iPad versie gemaakt. Dus Menno had een poster gemaakt. Hij heeft de iPad versie gemaakt, zodat je hem bijvoorbeeld op je achtergrond kan zetten. Leuk idee. En hij heeft het gedaan om te kijken hoe goed je nou eigenlijk kan photoshoppen op iOS. Dus waarschijnlijk heeft hij hem ook ontworpen op de iPad met die app. Dat is natuurlijk super tof, want dat zien we niet vaak dat mensen zoiets insturen. Meestal is het toch wel Photoshop of dat soort programma's. En hij heeft gezegd dat het steeds makkelijker wordt om op tablet zo'n resultaat te krijgen. En daar ben ik super blij mee dat je dat zegt, want dat bevestigt alleen maar onze focus in de rebranding op de nieuwe mobile series. Ik geloof er zelf ook in. Mobiles worden steeds slimmer, überhaupt. De technologie gaat steeds verder vooruit en het wordt steeds makkelijker gemaakt om mooie dingen te creëren. Daarom is conceptueel steeds belangrijker, wil je jezelf onderscheiden. Maar ontzettend tof. We gaan eventjes kijken wat hij heeft gestuurd. Kijk eens aan, jongens. Dit is niet heel slecht. Het is eigenlijk best wel goed, de elementjes die hij heeft toegevoegd. Oh, kijk eens. Met dit heeft hij het opgemaakt. Dat is heel duidelijk. Ja, het is eigenlijk best wel cool dat je dit met een iPad hebt gemaakt. Ik bedoel, ik kan het niet. Ik ben dan wel in Photoshop handig, maar op mobile ben ik dat nog niet. Ik moet ook nog eventjes gaan oefenen voordat we die mobile serie gaan doen op hoe gaat dat. Maar het is eigenlijk best wel goed hoor, wat je hebt gedaan. Dat je dat helemaal zo hebt uitgeknipt. Ik ben echt benieuwd hoe mensen dat doen. Er zijn dus ook gewoon Instagram accounts die zijn ontzettend groot geworden met mobile design. Die zitten gewoon, bijvoorbeeld Fetching Tigers. Ik weet niet of jullie die kennen, die is ook super groot geworden. Ja, weet je, het kan. Maar je bent hier nog wel een S vergeten, want het is volgens mij Versus. En de uitleiding van hier tot hier en hier tot hier, die klopt niet helemaal. Die tekst kan wel ietsjes naar links. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het er nice uitziet en dat je het heel goed hebt gedaan. Ik snap niet waarom die twee zwarte balken hier zitten. Want als je hem op iPad ontwerpt, dan heb je toch gewoon een goede resolutie. Maar voor de rest heb ik echt niks op aan te merken. Super nice. Ja. En de volgende is van een DJ. En het is Jasper Boers, 15 jaar. En hij wil graag feedback op zijn website. Zijn website is vooral bedoeld om klanten te trekken voor mijn drive-in show. Ik weet niet wat een drive-in show is. Ik sprak het wel heel cool uit. Maar even kijken hoor. Ik heb dit ontwerp gekozen omdat de kleur zwart wel past bij het licht- en geluidwereldje. Die onderbouwing mocht iets uitgebreider. Nou, we gaan gewoon even klikken op zijn linkje. En het is Jasper, de drivein.webnode.nl. Geweldig. Oké, nou ja, de bannerfoto had
iets betere kwaliteit mogen zijn. Vind ik altijd heel belangrijk, al kom je op een website. De eerste foto die je ziet, zorg er in ieder geval voor dat die scherp is. En dat die niet zoveel ruis bevat. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar er zit hier gewoon redelijk wat ruis in. Volgens mij is het een smartphone foto. Het ziet er heel cool uit, maar het is niet hele goede kwaliteit. En zeker de eerste indruk van mensen op je website is belangrijk. En zeker ook als je klanten wil trekken, kwaliteit, ze kijken daar gewoon naar. En dat geldt ook een beetje voor de rest van je website, waarin er vrij weinig wordt weggegeven van wat jij eigenlijk precies doet. Je wil niet weten hoeveel mensen er wegklikken van je website als de homepagina niet aantrekkelijk genoeg is. Het is nog iets te weinig. Laat meer van je zien. Wat voor shows heb je gegeven? Laat mensen een keer een filmpje van je maken en embed die op je website. Zodat mensen een gevoel krijgen met wat voor sfeer jij neerzet. Want dat is volgens mij de overtuigingsfactor als jij een DJ in wil huren. Dat zou ik in ieder geval doen. Dan zou ik op zoek zijn naar iemand die mijn feestje op kan leuken. Maar we gaan even klikken op de andere pagina's. Oh, dit is wel goed en interessant dat je een apparatuurpagina hebt. Zodat mensen wel zien van, oké, hij heeft er wel verstand van. Wat een klant moet weten. Kijk, dit is ook netjes. Ik snap eigenlijk niet waarom je hier allemaal aparte pagina's voor hebt gemaakt. Wat ik zou doen, is ik zou gewoon op je homepagina een verkorte samenvatting zetten. Wow, een verkorte samenvatting, dat is dubbelop. Maar ik zou op je homepagina dat soort dingetjes zetten. Weet je wel, apparatuur, misschien de fotootjes van je apparatuur. Wat een klant moet weten. Dit stukje, maar dan iets minder tekst. Misschien met icons erbij. Zodat ze gelijk in één oogopslag zien wat ze krijgen. En misschien ook nog een fotootje van jou. Weet je wel, want ze nodigen jou uit op je feestje. Dan is het ook wel belangrijk dat jouw hoofd hen aanspreekt. Het klinkt een beetje raar, maar heel veel mensen kijken daar wel naar. Foto's. Ja, hier komen de foto's. Ja, weet je, zet het gewoon lekker allemaal op je homepagina. Mensen houden niet meer van klikken. Het is niet voor niets dat de hele one scroll of de one page website hype nu gaande is. Mensen willen gewoon heel snel eventjes scrollen en kijken is dit goed. Want er is tegenwoordig zoveel content op het internet dat mensen niet meer de tijd nemen om elke pagina op jouw website langs te gaan. En dat moet je in je achterhoofd houden als je een website ontwerpt waar je echt klanten mee binnen wil halen, zou ik zeggen. Nou, ik hoop dat je daar iets aan hebt en dan gaan we nu door naar de volgende. En de volgende is van Nick, 17 jaar oud, eerstejaars filmstudent op het Grafisch Lyceum van Utrecht. Heel cool. Wat heb ik gemaakt? Mijn YouTube-account. Lekker kort, lekker krachtig, daar hou ik van. Waar wil je feedback op? Ik wil graag feedback op het design van mijn YouTube-account. Komt het als een serieus account over? Oké. Wat ik kan doen om meer subs/views te krijgen qua design? En wat zou je aanpassen? Dat zijn heel veel vragen. Maar we gaan even kijken naar zijn onderbouwing. Hij wil het logo simpel houden. Een clapboard die natuurlijk staat voor productie. Verder heeft hij voor blauw gekozen omdat dat rust uitstraalt. Dat is eigenlijk niet helemaal waar. Volgens mij is blauw juist niet echt de kleur van rust. Dat is meer groen. Blauw staat volgens mij meer voor degelijkheid en zakelijk. En vertrouwen. Dus voor een serieus account kan dat wel weer. Dus daarin heb je al een goede kleur gekozen. Maar het is niet heel erg rustig. Volgens mij. Als ik goed op heb gelet bij mij op school. We gaan gewoon even klikken op je account. En even kijken wat we krijgen. Oké, de banner is relatief leeg en simpel. Maar daar hou ik van. Dus daar zou ik niet te veel over zeggen. Maar je wil dus overkomen als een serieus account. En serieus, nou ja, er staat niet te veel rotzooi in. Daar bedoel ik mee, sommige mensen zetten heel veel elementen in de banner. Dat kan het al vaak wat minder serieus maken. Het is wel zakelijk, wel netjes. Ja, wel zou ik de tekst ietsjes kleiner doen. Het is nog wel heel erg in je face. Iets te groot. En als iets heel erg groot is weergegeven, dan kan het overkomen alsof je iets heel graag wil communiceren. Dat zie je in ouderwetse advertising altijd. Dat ze hele grote teksten in beeld laten komen om mensen iets duidelijk te maken. Maar tegenwoordig komt het professionele over als je iets subtiel brengt. Dus ik zou dat wat kleiner doen om het wat luxe te laten lijken. Hetzelfde voor je logootje hier. Profielplaatje is niet heel slecht.
Oh, maar dan komen we bij zijn thumbnails en dan is het al, wordt het al een behoorlijk stuk drukker. Ja, ik zou dan, je hebt hier dan een heel ander font gebruikt. Ik zou daar ook wel een structuur in maken, dat mensen ook je video's gaan herkennen. Dus gebruik ook die blauwe kleur die je in je banner hebt, bijvoorbeeld als balkje in je thumbnails met hetzelfde lettertype. Dat is consistent en dat werkt. En dat ziet er ook netjes uit en dan word je ook, denk ik, sneller serieus genomen. Maar ik vind het sowieso tof hoor, filmmakers die op deze manier hun skills proberen uit te breiden. Ik vind het echt super tof en ik denk ook dat je er absoluut mee door moet gaan. En daar gewoon steeds meer in oefenen en dan word je er ook steeds beter in. Ik ben daar zelf niet zo heel erg goed in shortfilms. Ik vind het wel fascinerend dat mensen shortfilms maken. Alright, nou jongens. Dit was het eventjes voor nu, denk ik. Hou je tranen binnen. Het is niet zo erg, we gaan gewoon door. Het is niet dat we helemaal stoppen, maar ik denk dat we naar de live uitzending gaan doen. Dan kunnen we gewoon net wat dieper ingaan. Kunnen we gezellig met elkaar interacteren. Ik denk dat dat veel leuker is. Laat nog wel even weten hoe jullie daarover denken. Ik ben er al vrij zeker van, maar ik hecht altijd heel veel waarde aan jullie feedback die jullie weer in de comments zetten. En ik heb daar ook heel veel aan gehad om de mailtijd te verbeteren tot wat die nu is. Dus alsjeblieft, laat ook jouw gedachten weten in de comments. Maar ook als je het mee eens bent. Dus ja, dat is het een beetje voor nu. Dit voelt een beetje raar, maar ik denk dat het een goede beslissing is. Ja, dit voelt echt raar. Ja. Jongens, verandering is goed. Houd dat in je achterhoofd. Ik zie jullie heel snel.